Hallo lieve allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben op dit moment, zoals je misschien kan zien, bezig met het bleken van mijn tanden. En in deze vlog ga ik jullie vertellen hoe ik dat doe, waarom ik dat doe en even een beetje laten zien eigenlijk. Welkom! Oké, je ziet het, ik ben een soort spookje. Een aantal jaar geleden deed ik mee met Voice. En met die flitser op mijn gezicht was ik een heel leuk verhaal aan het vertellen. En ik keek naar mezelf en ik dacht, holy Moses, mijn tanden zijn minder wit dan mijn huidskleur. Op dat moment dacht ik moet daar toch eens een keer naar gaan vragen. Ik ben niet zo van de enge uitprobeersels in klinieken en dingen. Je ziet soms mensen tegenwoordig die hun tanden afveilen en zo. Nou, mij niet gezien, echt niet. Ik ben dol op mijn tandjes en ik wil ook echt niet dat er iets misgaat of dat ze beschadigd raken. Maar ik vind gewoon dat het er een beetje verzorgd uitziet. Dat vind ik wel echt belangrijk. Dus ik heb toen mijn tandarts, toen ik daar een keer was, gevraagd van, goh, wat is nou een healthy-ish manier om je tanden te bleken die niet knijterdebiel duur is, maar wel efficiënt. En toen bleek dus dat ze vanuit de tandarts zelf met een bedrijf samenwerken en een soort kit verkopen waarmee je dus thuis zelf je tanden kan bleken. Dat kost in één keer €300 en dat is best wel veel geld, maar dat is een eenmalige uitgave die je doet. Ik ga het zo allemaal laten zien aan een bitje. Dat is vooral vrij duur. Alleen het spul wat je erin doet om te bleken is niet heel duur. En dan kan je dat voor altijd gebruiken. Dus hij had mij uitgelegd. En impulsief als ik ben, dacht ik natuurlijk, ik wil witte tanden. En ik wil ze nu. Dus als hij een oplossing heeft, dan gaan we dat gewoon doen. Nou, zodoende, ik ga de doos er even bij pakken voor jullie. Ben ik begonnen met het bleken van mijn tanden met, hier is die, patatata, Bite and White. Briljante naam. In de doos zit een Extreme Cleaning Activator. En dat zorgt ervoor dat ze extra schoon zijn en goed worden gebleekt. Vervolgens heb je dit doosje. En dit zorgt er dus voor, die bitjes, dat je het goed over je tanden kunt verdelen. Deze bitjes is wat het duur maakt, want die zijn gemaakt op mijn gebit. Dus daar moest ik een soort klei bijten en dat laten ze dan maken. Maar deze kun je dus hergebruiken. Dus dat is heel fijn. Eenmalige uitgave waar je dus in principe de rest van je leven mee kan doen, heb ik me laten vertellen. Het volgende wat erin zit is een conditioner. Ja, het is natuurlijk wel een soort aanval op je tanden. Dus om ze toch te beschermen zit er nog een conditioner bij. En dan natuurlijk het spul zelf. Dat is een soort van witte gel. Die krijg je in zo'n spuitje. Je krijgt er 3 bij in je eerste aankoop. Dit spuitje dan dus in dat bitje. Bitje gaat in je waffel en zodoende bleek je je gebit. Ik zelf heb het al meerdere keren gedaan en ik was eerder niet zo blij met het resultaat. Ik zag wel verschil, maar niet zo heel groot verschil. Achteraf komt dat waarschijnlijk omdat ik toen nog rookte en gewoon rode wijn dronk 's avonds. En ook koffie en thee. Ja, dat zijn natuurlijk alle dingen die slecht zijn voor je gebit. Ik moet zeggen, nu ik clean ben, zie ik echt een groot verschil. En doordat je het iedere avond een beetje witter maakt, is het niet in één keer heel heftig voor je gebit. Dus de tandarts die zei, het is niet slecht voor je tanden. Je kan het oneindig herhalen. Je mag alleen dan, ja, doe het eens in het jaar of eens in het half jaar. Of wanneer jij weer denkt van, nou, het kan wel weer. Maar het kan dus niet echt kwaad. Ik ga het gauw indoen, dan kunnen jullie het zien. Stap 1. Tandenborstel en de cleaning activator. Oké. Zo. Nou, dan moet je dus niet je mond spoelen. Dat laat ook een laagje achter, waardoor het, I don't know. Dan, stap 2. Dan heb je dit bitje. En de Bite and White. Wat is dit eigenlijk? Carbamide peroxide. Het blijkt. Dat blijkt, maar weer. Overal één druppeltje. En dan even ook in je gebit. Ja, je ziet het niet eens echt eigenlijk. Ik kan hier in principe ook gewoon lekker mee gaan wandelen of zo. Of boodschappen doen. Dus niemand die denkt, wat heeft zij in de bek zitten. Alleen praten is een beetje vreemd. Maar dat kan ook gewoon zo zijn dat ik zo praat. Ik zal jullie even een before foto laten zien. Dat is namelijk zo. En hier kun je dus zien dat mijn gebit niet lelijk is of iets dergelijks. Maar gewoon net niet helemaal eruit spat. En dit is een foto die ik nu net gemaakt heb.
En dan kun je het verschil zien met hetzelfde licht, hoe dat er uitziet. Ik ga op mijn gat zitten voor een uur. Want je kan dus kiezen of je het een half uur of een uur doet. Afhankelijk van hoe wit je ze wil hebben. Ja, ik wil natuurlijk all the way. Dus ik doe het elke keer een uurtje 's avonds. Uurtje 's avonds. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ga gewoon even wat kijken. En dan piep ik jullie zo weer op. Nou, we zijn een uurtje verder en ik ga het uithalen. Zoiets? Ja, hallo. Leuk. Oeh, oh, er ligt een pannendeksel op de grond. Oké, nou, eens even zien. Ja, het is toch wel heel mooi. Ik ben de laatste dagen ook echt heel erg op mijn eigen gebit aan het geilen. Ik vind het heel lekker op foto's of zo. Dan zie ik ineens zo, dat bekje zo. En dan, de allerlaatste stap, is weer in die bitjes, de tooth conditioner. Hoe? Werkt een beetje hetzelfde als shampoo, conditioner, zeg maar dus conditioner van je haar, bedoel ik. Zo. Nou, top. Dat moet dan nog 5 of 10 minuten. Mag je een beetje zelf zo. Ze laat je ook best wel vrij bij Cavex. Het is een beetje op de Bonnefoy. Doe maar tussen de 30 en 60 minuten. Volgens mij let het ook allemaal niet zo heel nauw. Right, I guess that's it. Zo. Toch elke keer weer een geknutsel. Weer die pannendeksel, jezus. Echt jongens, kind kan de was doen. Je maakt de dingen weer schoon. Slaat ze een beetje uit. Je pleurt dat weer in het bakkie. Je bewaart dit gewoon in je keukentje. Ik bewaar dat in mijn keuken, want ik heb geen badkamer. Maar je bewaart in je badkamer. Dit in de koelkast. Want het moet koud blijven. En dat is het gewoon eigenlijk. Ik vind het helemaal leuk. Dus ik dacht, laat ik dat even met jullie delen. Zodat je ook begrijpt waarom ik ineens een witter gebit heb dan in de weekvlogs van hiervoor. Ik ga hier nog heel even mee door. Dus het zal nog een tintje lichter worden. En dan moet ik er wel mee stoppen. Want ik merk toch dat mijn gebit ook wel... Hallo. Dit is een zieke inception altijd. Hè? Echt leuk. Maar ik merk wel als er koude wind opkomt. Of als ik een appel eet. Dan zijn mijn tandjes niet zo blij. Maar dat kan ik op zich op het moment wel vermijden. Ik hoop dat je het weer leuk vond om een kijkje in mijn leven te krijgen. Dit keer over het bleken van mijn tanden. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan is dit wel echt een hele goede om een keer je eigen tandarts naar te vragen. Maak overigens geen reclame voor ze. Ik ben gewoon echt blij ermee. Echt heel erg mooi. Ik ga er vandoor. Ik zie jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan blijf je op de hoogte van de video's die ik post. Er komt meer van dit soort content aan. Leuke kneuterige dingetjes in mijn huis. Want het is lockdown en buiten valt er gewoon heel weinig te doen. Dus ik neem jullie lekker mee in de wondere wereld van Sanne's kleine hut hier in Amsterdam. Blijf vooral kijken. Ik zie je volgende keer weer. Mwah. Hele dikke kus van mij. Later!